Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven Nederland en een dikke pluk boven de Noordzee. En die dikke pluk die trekt vanochtend van west naar oost over het land met van tijd tot tijd regen of motregen. Maar in het oosten kan eerst nog de zon eventjes doorbreken. Temperatuur vanochtend 12, 13 graden en de wind waait vanuit het zuiden is matig, kracht 3 tot 4. Vanmiddag trekt de wind aan tot een kracht 5 of 6 aan zee. Het is overwegend bewolkt en af en toe valt er nog een enkele bui. Het wordt 15 tot 17 graden. Vanavond ook overwegend grijs en soms ook nat en de temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden. De wind blijft stevig doorwaaien. En morgen verandert er eigenlijk niet zoveel. Er is overwegend veel bewolking, heel af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een paar buien. Het is wel vrij zacht met 16 tot 19 graden en er waait een stevige zuidwestelijke wind. Op dinsdag hebben we een afwisseling van zon en een paar buien en het is aanmerkelijk koeler met 11 tot 13 graden. Woensdag is een droge dag met geregeld zon en dan gaat geleidelijk aan de temperatuur weer omhoog. Op donderdag wordt het weer 13 tot 15 graden. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.